tel zo meteen van 3 tot 0. En als jullie bij 0 de video liken, zal Gizmo gaan zingen. 3, 2, 1, 0. Vandaag, jongens en meisjes, is het een speciale dag. Dus doe een like voor Gizmo. Ik ga jullie laten zien hoe je een dag lang voor Gizmo kunt zorgen. Oh, hey Soraya. Wat ben je aan het doen? Ik wil geen billenkoek. Wat ben je aan het doen? Ik ben een video aan het opnemen met Gizmo. En wanneer was hij gaan slapen gisteren? Gizmo is gisteren gaan slapen om 8:55. Ja, maar we hebben een afspraak. Om 9:00 moet Gizmo slapen. Ja, maar hij wou nog even zijn potje... We hebben een regel. Nee, maar Soraya, ik... Gizmo is voor mij. Regels zijn regels. Ja, regels zijn regels, maar dit is mijn Gizmo. Maar nu niet meer. Dankjewel. Succes wel van je video. Jongens en meisjes. Deze video heeft zojuist een hele andere wending aangenomen. Ik zal Gizmo vandaag terugkrijgen. Ze heeft Gizmo meegenomen naar de badkamer. Roze? Jongens, dit hoor ik te doen bij Gizmo. Oh, niet zo lief. Weet je, ik ga nu even iets halen. Dus jij kan hier rustig blijven zitten. Yes. Oh, wachten. Gizmo, eindelijk. Ik heb je weer terug. En deze keer verlies ik je never, nooit meer uit het oog. Oh. Wat ben je aan het doen? Nou, ik wou Gizmo een cadeautje geven. Nee, dat hoeft niet. Jawel, ik heb iets heel leuks voor hem voorbereid. Dan mag je zelf gaan. Nee, maar het is voor Gizmo. Nee, ik ga wel met Gizmo. Nee, wat heb je daar? Kleding? Maar Gizmo die wil dat helemaal niet. Dat is van mij. Dag. Ja. Wat ze nou? Een roze pakje voor Gizmo in haar handen? Nee, Gizmo die wil een stoer pakje. Ook al is roze wel een beetje stoer. Oké, luister jongens, wanneer ik een nieuwe kans zie, ben ik daar. En is Gizmo weer van mij. Gizmo en Soraya zijn op de slaapkamer van Soraya. En ik denk dat het tijd is voor Gizmo zijn middagdutje. En meestal gaat Soraya dan even naar een andere kamer. Het ultieme moment voor mij om hem terug te pakken. Het is hier. Ze is hem aan het instoppen. Dit is mijn taak. Oh, zie je me liggen? Oh nee. Dit is mijn kans. Gizmo, jij bent van mij. Jongens en meisjes. Ze is er niet. Het perfecte moment voor mij om Gizmo terug te pakken. Help! Wat ben je aan het doen, joh? Maar jij... Je ging net weg! Maar wat doe je hier? Oh, ik kom voor de verwarming. Ik kom hem maken. Waarom staat aan? Ik ben de reparateur. Nee joh. Ik kom de verwarming maken. Wat doe je in deze kamer? Een liedje zingen voor Gizmo? Nee, dat heb ik al gedaan. Gizmo Sint sliep. Maarten, Sint Maarten, de koeien. Gizmo sliep al, maar je hebt hem wakker gemaakt. Zie, je kunt er niet voor hem zorgen. Ik heb hem niet wakker gemaakt. Jawel, kijk maar. Hoezo? Oh ja, kom op Soraya, ik wil gewoon Gizmo terug. 1 seconde. Ik weet het, Gizmo. Ik krijg hem terug. Oh, jongens, het was helemaal niet mijn bedoeling om... Gizmo wakker te maken. Oké, joh, denk na. Er moet toch een moment zijn. Gizmo zijn speelkwartiertje. Misschien weten jullie het niet. Maar wanneer Soraya Gizmo zijn eten maakt, mag Gizmo even Roblox spelen. Misschien heb ik hem een beetje verslaafd gemaakt aan Roblox. Dat terzijde, dat is het ultieme moment om Gizmo terug te pakken. Soraya smeert het broodje. En dan ben ik daar. Dan ben ik daar om hem mee te nemen. Broodje, welk broodje wil je? Jij. Ja, Soraya is nu een broodje aan het smeren. Extensions laten zetten. Extensions? Een mooie, fluoroze extensions. En het is ook leuk om je make-up te gaan doen. Nee, dat is niet leuk. We kunnen een roze Ferrari machine gaan huren en samen erin rijden. Oké, jongens, ik ga ervoor. Voorzichtig. Eindelijk heb ik je weer terug. Dit heeft zo ongelooflijk lang geduurd. Hey Soraya, jij ook hier? Hey Joop, wat doe je met Gizmo? Ik ga hem het alfabet leren. Nee. A.
de nageltjes laten doen. Gizmo is geen baby meer. Zo gaan we ons broodje in. Choco. Ik heb een goed idee. Ik ga Gizmo pakken op het moment dat Soraya denkt dat ik niet eens in de buurt ben. Dan is ze namelijk niet oplettend en kan ik hem sowieso meenemen. Soraya zit ongeveer al 20 minuten boven met Gizmo en ik heb geen idee wat ze aan het doen is. Ik weet niet wat Gizmo aan het doen is. Ik weet niet waar ze hem nog mee naartoe wilt nemen. Jongens, Gizmo belt mij op mijn mobiele telefoon. Ja, kijk, hij is natuurlijk nog gewend dat ik de verantwoordelijkheid voor hem draag. Dus misschien wil hij vertellen wat hij aan het doen is. Hey Gizmo! Jongens, hij vertelde mij zojuist in Gizmo-taal dat hij momenteel boven op mijn slaapkamer is om te spelen met zijn beste vriend, SpongeBob. Let's go jongens, let's go. Hij is aan het spelen met zijn beste kaassoufflé. Hey! Soraya! Gizmo! SpongeBob! Wat is er met jou aan de hand? Ik heb zoveel water gedronken, joh. Ik moet heel naar het toilet. Maar ik kan Gizmo niet alleen laten. Ah, je moet naar het toilet. En onze Gizmo is natuurlijk te jong om alleen te blijven. Weet je wat, Soraya? Ik stel mezelf al op als oppas. Kom op, Soraya, ik weet wat er vanmiddag gebeurde toen je een broodje aan het smeren was, maar ik beloof het, ik laat hem met rust. En SpongeBob is erbij, dus ooggetuigen. Ga je echt goed zorgen? Gizmo is mijn... Ik ga heel goed voor hem zorgen. Oké. Ja, geen probleem, ga maar. Ja, oké, nice, oké. Nou, ik wacht hier even met Gizmo. Ik en Gizmo zijn immers beste vrienden. Goed zo, je bent weer. Harig. Oké, Soraya is nu op het toilet. Ze is inderdaad op het toilet. Jongens, meisjes, het enige wat ik nu nog moet doen is met Gizmo naar beneden gaan. En wanneer mij dat is gelukt... Waar ging je naartoe? Gizmo moest ook naar het toilet. En deze is bezet. Gizmo heeft een pamper, joh. Ja, maar hij is zo wijd dat het er soms... Gizmo, Mario. ...uitloopt. Wow. Zie je dat? Ja, niet zo. Gizmo is voorbij! Gizmo is voorbij! Eindelijk. Huh? Maar hoe kon je nou in één keer? Weet je wat? Nu is het oorlog. Denk na, Job. Is er iets waarvan jij weet dat Soraya en Gizmo dat nog gaan doen? Iets wat ze willen. Iets waar ze naar toe gaan. Ik heb geloof ik begrepen dat Soraya en Gizmo vandaag samen naar de McDonald's gaan. Dat is de manier. Weet je wat? Let op wat ik nu ga doen. Wat er vandaag zich heeft voorgedaan. Gizmo is aan het einde van de dag degene die zelf bepaalt. En ik denk dat Gizmo het inderdaad heel erg naar zijn zin heeft met jou. Tuurlijk, ik ben de mama. Dat zou theoretisch gezien onmogelijk moeten zijn. Maar als jij dat bent, dan ben je dat. Of niet, Gizmo? Ik wil het hierbij laten. Ik wil... Ja, zie je? Ik staak de oorlog. En Soraya, bij deze vertegenwoordig ik jou als de verantwoordelijke voor Gizmo. Voor eens en altijd. Ik hoor niks meer. Met andere woorden, ik ga naar boven. Ik ga Roblox opnemen. En ik laat jou en mijn goede vriend Gizmo met rust. Dat is goed, dan ga jij even naar de McDonald's. Want jij wou iets lekkers, dat had ik beloofd. Ah, jongens, ik zit hier letterlijk gewoon echt al 10 minuten te wachten. Wanneer Soraya zich moet klaarmaken. En al is het voor de McDonald's. Dan duurt het... Een eeuwigheid. En een eeuwigheid is best wel lang. Mijn plan is dus gewoon om wanneer Soraya zo meteen vertrekt, stiekem mee te gaan. Maar dan zal ik dus de auto in moeten kunnen kopen. Wat? Oh, jongens. Gaat ze Gizmo nou? Ja. Ze heeft Gizmo. Yes, oké. Okay. Prees nou, ik moet nu... Oké, okay, daar gaan we. Dit voelt als een wiskundetoets. Snel. Gizmo? Ja, ze is er nog. Oké, jongens, ik moet de auto in zien te komen nu. Oh, de zonnebril. De zonnebril? Oh, ze gaat hem pakken. Oké, snel. Ja? Gizmo! Wacht, sorry, ik moet zo meteen terug. Yes, mijn schoenen liggen er nog. Deze moet weer naar achteren, alsof er niets aan de hand is. Het is gelukt. Ik zit in de auto. Met andere woorden, ik ga dus mee naar de McDonald's zonder dat Soraya door heeft. Yes! Is dat er? Gizmo! Ga naar de McDonald's! Oké, jongens. Ik zie jullie zo meteen als we er zijn. Ik moet heel stil zijn. We zijn er. Maar ik ga eerst uit de koffer maken, oké? Dus jij blijft even zitten. Soraya is bezig met de kofferbak. Wacht eens even. Ik zou hem op zich nu al kunnen pakken. Pff.
Ik heb hem nu nog niet kunnen pakken, maar ik ben wel waar ik moet zijn. Oké, jongens, Soraya zit momenteel voor mij met Gizmo wat te eten. En ik moet nu mijn moment zien te vinden om Gizmo mee en vooral terug te pakken. Check dit. Samen met Gizmo McDonald's te eten. Omdat ze hier waarschijnlijk toch nog wel een tijdje zitten, laat ik zelf ook gelijk even een Happy Meal halen. Oké, jongens, ik zit hier inmiddels al een tijdje te genieten van een paar uitgedroogde frietjes. Ik moet zeggen, ik heb mijn Happy Meal al bijna op. En het is nu gewoon wachten tot Soraya zometeen even weg... Ze heeft de ballon laten vallen. Ik heb hem! Als Soraya mij zometeen ziet, mocht dat gebeuren... Gizmo? Ze is hem kwijt. Oké, dit is mijn moment om Gizmo in de Happy Meal te stoppen. Wat moet ik er anders mee? Ik ga hem even goed dicht doen nu. Oké, jongens, ik heb Gizmo op dit moment erin zitten. Ik moet alleen proberen weg te komen zonder dat Soraya dat ziet. Ze is nu als het goed is bij die tafels bezig. Ja, ze is daar. Oké. Iemand heeft daar ook gewoon zijn Happy Meal laten liggen. Oké, wacht even, ik zet deze. Oké, luister. Oké, daar ga ik. Let's go. Oké, jongens, luister. Soraya heeft mij net gebeld. En ze heeft gezegd dat ik zo snel mogelijk naar de McDonald's moet komen. Want Gizmo is er niet meer. Zou die toevallig meegenomen zijn? Jazeker, want ik heb hem namelijk hierin zitten. Gizmo voelt wat lichter. Ben je afgevallen door al dat wegrennen? Jongens en meisjes, ik ga nu naar de plek toe waar Soraya net zat. En ik weet van niks. Ik heb alleen lekker even een Happy Mealetje gehaald. En dan gaan we naar huis. Met natuurlijk Gizmo. Maar dat is iets wat Soraya niet weet. Soraya, wat ga je doen? Wat ga ik doen? Gizmo zoeken? Ja, maar... Halen, zoeken? Ik moest even een Happy Meal halen. Hoezo? Ga je de auto, snel! Oké, ja, ik denk een Happy Meal is ook belangrijk. Wat is er gebeurd, Soraya? Gizmo is weg. Je hebt niet goed op hem gepast? Tuurlijk wel, ik wil een ballon pakken, die was ook gevallen en Gizmo was weg. Oké, snel, rijden, kom. Ja, gordel. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ja, oké, en toen? Ja, hij was gewoon aan het dansen. En we waren ook gewoon leuk aan het eten, het was super gezellig. Uiteindelijk liet ik per ongeluk mijn ballon vallen. Gizmo. Soraya. Waar zit je nu te filmen, Job? Zoek even mee. Ja, je bent Gizmo kwijtgeraakt in de McDonald's. Hij kan hier toch helemaal niet zijn? Ja, maar ik ben hopeloos, Job. Ik ben hem kwijt. Ja, dat snap ik. Maar hij is niet hier, Soraya. Dat kan niet. Luister, wat is er nou gebeurd? Je bent hem kwijtgeraakt in de McDonald's. Waarom lach je? Soms kunnen dingen raar lopen. Job. Wacht even. Job, ik heb echt geen behoefte aan een Happy Meal. Soraya, geloof me, vandaag heb je dat wel. Nee, Job, ik wil Gizmo. Soraya, misschien is Gizmo nader dan je denkt. Een Happy Meal, Job. Wat is hier nu? Waarom moet ik hem openmaken? Je weet toch dat er hier een Happy Meal in zit? Een burger met een speeltje friet. Hij zit in die andere Happy Meal. Oké, wacht even, ik zet deze. Oké, luister. Oké, daar ga ik. Let's go. Welke andere Happy Meal? Er stonden er twee, tenminste, toen ik die van mij neerzette waar Gizmo wel in zat. Ik heb de verkeerde meegenomen. Waar is die dan? Het is jouw schuld, hè? We gaan naar de kermis morgen. Laat me het uitleggen. Ik was jou gevolgd. Ik zat misschien in de auto toen jij naar de McDonald's reed. Wat? Ik ben eruit gestapt en toen jij de ballon liet vallen, pakte ik Gizmo, deed ik in een Happy Meal, zette ik op een tafeltje neer bij een andere Happy Meal. En toen heb ik ongelukkig de verkeerde mee naar huis genomen, dus nu hebben we deze niet patat in en in de andere zet Gizmo, die heb ik nu niet meer. Dat is eigenlijk in een nutshell wat er is gebeurd. Oké, luister. Ja, sorry, waar is Gizmo? Je had hem aan mij moeten geven in het begin. Jij moest niet doos gaan wisselen. Ja, maar doos wisselen is leuk. Het is jouw schuld dat Gizmo weg is. Als jij hem had gelaten, had Gizmo lekker... Oké, luister, ik heb een idee. Gizmo staat voor de deur. En hij heeft nuggets meegenomen. Ja! Ik neem hem mee. Ik heb hem terug. Gizmo, ben je de echte? Hij is hier naartoe gekomen. Kijk wat hij heeft meegenomen. Nuggets. Waar was je? Afblijven. Nee. Weet je, we hebben hem samen teruggevonden. En eigenlijk had ik misschien Gizmo gewoon bij jou moeten laten in eerste. Eigenlijk moest ik hem ook gewoon bij jou kunnen durven laten. Eigenlijk moesten we hem gewoon samen verzorgen. Ja. Want ik bedoel, eigenlijk is dit alleen maar gebeurd omdat we zo met elkaar aan het concurreren waren. Samen mama en papa zijn voor Gizmo. Maar wij zijn niet zo behaard als hij. Nee, klopt. Maar we kunnen wel samen doen. En we hebben kipnuggets. Proost! Eind goed, kipnugget goed. Oh ja, en dit gebeurde ook nog. Wat? Wat is Gizmo nu aan het doen? Hij zit gewoon op mijn Fortnite-account in de shop te kijken. Doet hij dit helemaal alleen? Hij doet dit helemaal alleen. Gaat hij nou iets kopen? Nee, hij gaat toch niet... Nee, dat doe je niet. Hij heeft gewoon Big X gekocht.
Ook al is Soraya er nu niet bij, ik gun hem dit plezier toch wel. En hij gaat een potje spelen. En ook al heb ik het goed gemaakt met Soraya en verzorgen we Gizmo vanaf dit moment samen, ga ik nog wel iets samen met Gizmo spelen. Gizmo wil namelijk heel graag zien hoe je een Roblox hobby echt moet doen. En misschien ben ik daar niet de juiste persoon voor, maar let's do this! Zacht uitgedrukt is het misschien een klein beetje raar om op deze manier te kijken naar een Roblox hobby, maar onze grote vriend Gizmo wil graag het idee hebben dat hij degene is die de video maakt, dus stiekem speel ik natuurlijk. Maar Gizmo heeft het idee dat hij het allemaal doet. Let's go! Het is nu eerder alsof ik probeer met iemand te bellen, maar mijn handen niet vrij heb en dus de telefoon in mijn nek neerleg. Maar nee! Sorry, Gizmo. Oké, Gizmo. Jij zingt wanneer ik de kleur zeg waar ik overheen moet lopen. Geel. Groen. Groen it is. Heeft Gizmo gelijk. Yes! Hoe ongemakkelijk dit er ook uitziet, ik heb de juiste keuze gemaakt. En het is best wel heel erg leuk om samen met een haarbal te spelen. Mag ik het zo noemen? Checkpoint! Nee, serieus jongens, ik hou van Gizmo. En als jullie willen dat ik een keer een video probeer te maken met de duistere Gizmo, oftewel een Kremlin, al zou ik die dan denk ik niet van Soraya willen terugpikken, doe dan even een dikke, vette like. Oh nee! Jongens en meisjes, de mega eend is hier! Het stuk wat jullie nu gaan zien, ga ik letterlijk door Gizmo laten spelen. Let op, ik zet hem nu neer. You got this, Gizmo! Gizmo! Kijk uit! Ja! Ja! Yes! Gizmo! You did it! Bedankt voor het kijken en ik zeg adios!